Welkom bij de lerarenopleiding aan de PXL. Fijn dat je belangstelling toont voor het vak Plastische Opvoeding. Via deze beelden krijg je een eerste indruk van het vak Plastische Opvoeding. Je leert onder andere tekenen en schilderen, ideeën vormgeven en ruimtelijk werken. Als je geen speciale vooropleiding volgde, zoals kunstsecundair onderwijs of tekenacademie, dan is dat geen enkel probleem. We verwachten wel dat je enige aanleg hebt voor tekenen en graag creatief bezig bent. Daarnaast is een open houding ten aanzien van kunst en cultuur zeker een pluspunt. Wil je bovendien je passie voor kunst graag doorgeven aan jongeren, dan is plastische opvoeding echt iets voor jou. Om zelf sprekende beelden te kunnen maken, moet je de taal van kunst leren begrijpen. Daarom starten we in elk thema met het kijken naar kunst. Je tracht de betekenis van beelden te achterhalen en onderzoekt hoe de beeldelementen, zoals vorm, kleur en compositie, hieraan bijdragen. Daarnaast ontdek je de eigenheid van diverse beeldende technieken, zoals tekenen, schilderen, boetseren, assembleren, graafse technieken en nieuwe media. Vervolgens pas je deze nieuwe inzichten en vaardigheden toe in je eigen werk. Bovendien zijn deze competenties essentieel om zelf inspirerende lessen te ontwerpen. In tekenopdrachten leer je naast de basistechnieken met potloden en houtskool ook de creatieve mogelijkheden van inkt, kleurpotloden, krijtsoorten enzovoort te ontdekken. Deze technieken worden altijd gekoppeld aan een betekenisvol onderwerp, zoals bijvoorbeeld de natuur, de verbeelding of het portret. Tijdens schilderopdrachten onderzoek je de pictorale mogelijkheden van verf, zoals acrylverf en aquarel. Je ontdekt hoe je met basiskleuren een rijk kleurenpalet kan creëren. Bij ruimtelijk werk schenken we zowel aandacht aan de verbeelding als werken naar de natuur of naar waarneming. Technieken zoals boetseren, assembleren en werken met waardevol, kosteloos materiaal komen aan bod. Bij de grafische technieken maak je kennis met een aantal technieken zoals diepdruk en hoogdruk. Rechts zie je een mooi voorbeeld van de hoogdruktechniek limosnede. Naast de klassieke beeldende technieken experimenteren we ook met nieuwe media. Hier links en in het midden zie je een voorbeeld van videomapping. En rechts zie je de studenten aan het werk tijdens het maken van een stop-motion. Met je diploma kan je in alle richtingen van het secundair onderwijs terecht om plastische opvoeding te geven. Maar ook vakken zoals etalage of decoratie mag je geven. Daarnaast kan je ook in culturele centra en musea aan de slag. Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om mij of mijn collega Karin Peters een mailtje te sturen. Tot ziens!